400 foto's geselecteerd door Anton Corbijn zelf. Een collectie uit zijn eigen archief. Waar Corbijn het meest onbekend staat, portretten van muzikanten. In het gemeentemuseum was er eerder dit jaar ook een tentoonstelling waarin een overzicht met werken uit zijn hele carrière was te zien. Maar wat is het dat Corbijn zo uniek maakt? Ik krijg bij Anton Corbijn echt het idee dat hij one of the guys is bij al deze artiesten en kunstenaars. Hij heeft er een band mee. Ja. Jullie staan hier enorm druk discussiërend voor de foto's. Waar gaat het over? Ik geloof dat we eigenlijk voornamelijk alle artiesten op hun discografie aan het bespreken zijn. Ja, en hoe die zich verhoudt met hoe ze overkomen op de foto's. Even een snelle selfie. Ja, precies. Ja, ik vind dit zo'n mooie plaat. Dus ik dacht, ik ga even proberen of ik net zo charmant kan kijken als zij daar doen. Maar dat is toch wat moeilijker dan je denkt. Je denkt van, dat doen we even met een duckface, maar valt toch wel een beetje tegen. Corbijn stelde de twee tentoonstellingen samen als afsluiting van zijn fotocarrière. Hij richt zich nu meer op zijn carrière als filmregisseur. Hij had zelf niet verwacht dat er zo een enorme belangstelling zou zijn voor zijn portretten. Dank voor het wachten. Voor mij persoonlijk heel te gek geweest om dit samen te stellen en te zien hoe mooi beide shows gepresenteerd werden. En dat er dan enthousiasme voor is voor mensen om te komen. Meer kun je niet wensen natuurlijk. De tentoonstellingen met het bijbehorende boek werden ook samengesteld ter ere van Corbijn zijn 60ste verjaardag. En nog eens een jubileumjaar op deze manier? Nee, ik kunt één keer omkijken is prima, weet je wel. En daarna moet het maar doen als ik er niet meer ben. Dit is prima zo.